Gelukkig nieuwjaar. 2022 is hier, maar voor Max Verstappen was 2021 een jaar om nooit te vergeten. De Nederlander die kronde zich voor het eerst in zijn leven tot wereldkampioen in de Formule 1. Maar goed, het scheelde niet veel of het had misschien wel heel anders gelopen. Gisteren hadden we al de recap van het hele seizoen, maar nu is het tijd voor de recap van het seizoen van Max Verstappen. Na jaren van Mercedes-dominantie was de vrees voor een nieuw eentonig seizoen groot. Maar gelukkig, die kwam er niet, want zoals we inmiddels al weten en vrij vroeg al wel duidelijk werd, dat Werbel er lekker bij zat. In Bahrein wist Verstappen zich op pole position te positioneren en ja, dat was een goed teken voor het seizoen. In de race viste hij echter achter het net, want na een klein foutje onder druk van Hamilton ging de Nederlander te wijd en moest hij zijn plekje afstaan aan de Brit. Nou het lukte hem niet meer om Hamilton te passeren en de twee camphanen kwamen binnen zestiende van elkaar over de finish. In Emilia-Romagna wist Verstappen knap te winnen vanaf P3 en was het juist Hamilton die de fout inging door van de baan te raken met zijn Mercedes. Ja, door een fortuin met rode vlag na een gigantische crash van Russell en Bottas ja, kwam de Brit toch best wel goed weg en werd hij uiteindelijk tweede, wat automatisch dan ook weer pech betekende voor Verstappen. In Portimao en Barcelona vervolgens geen gekkigheden te bespeuren. Hamilton en Mercedes wisten het team van Red Bull tactisch af te troeven. Maar goed, in Monaco was er dan vervolgens niks meer te bekennen van die goede vorm. Verstappen aan de andere kant had een klein gelukje. Leclerc die positioneerde zich tijdens de kwalificatie op P1, maar reed zijn Ferrari in de muur waardoor hij uiteindelijk te veel schade had en kon hij niet meedoen in de race. En zodoende kon Verstappen dus vooraan beginnen. De titelstrijd leek na de zegen van Verstappen in Monaco in volle gang. Want de Rebel die stond er goed op Ja, er hing iets moois in de lucht. In Azerbaijan liepen Verstappen zijn titelaspiraties echter een kleine deuk op. Of misschien wel een grote deuk. Want de Nederlander die leek eenvoudig op weg te zijn na een overwinning op het straatsecuit in Baku. Tot zijn Pirelli-band de geest en Verstappen 25 dure punten in rook op zijn gaan. Dat was ook een beetje geluk bij een ongeluk, kunnen we wel noemen. Want bij de herstart na de rode vlaggen situatie verrende Hamilton zich voor bocht 1... Waardoor hij ook buiten de punten viel. Dus inderdaad, een beetje geluk, bijna ongeluk. In Frankrijk reed Verstappen een van de betere races van het seizoen en haalde op het laatste moment van de race Hamilton in. En ja, dat goede gevoel kon Verstappen meenemen naar zijn geliefde races op de Rebel Ring. Een dubbele race in Oostenrijk stond op het programma ja, en die kans pakte Verstappen met beide handen aan. De Limburger leek in bloedvorm. Twee keer pol en twee keer de overwinning. Ja, het mocht duidelijk zijn, de kansen voor Verstappen die stonden er goed voor. En sommigen spraken al alsof de wereldtitel bijna een feit was. Maar goed, dat optimisme kwam al snel tot een einde. Want daar was dan ineens de beruchte Grand Prix van Groot-Brittannië. In een verhit gevecht met Hamilton tijdens de eerste ronde van de race, was het Hamilton die zijn Mercedes te ver naar buiten liet lopen en tegen Verstappen zijn Rebel aankwam. Gevolg: een enorme crash van Verstappen, een 10 seconden straf voor Hamilton, een bezoekje aan het ziekenhuis voor de Nederlanden en een uitgebreid vierende Hamilton na het binnenslepen van zijn zegen. Kortom, een race met een enorme impact. No pun intended. Na Silverstone leek de pechduivel niet verdwenen voor verstappen. Want de Nederlander die stapte na de baken van Silverstone. vol goede moed in zijn auto. Maar ja, in die goede zin kwam al vrij snel een eind. Bottas die besloot op de natte baan. met zijn Mercedes een potje te gaan bolen. Ja, de Vindi bleek vrij goed te zijn in die sport. Hij raakte met zijn wagen eh, ongeveer zo'n 4 5 auto's. Ongelukkige medecoureurs die eigenlijk liever wouden gaan racen, waaronder verstappen. En de Nederlander die hield veel schade over aan de bowlingbal van Bottas. en kon uiteindelijk. Eindelijk slechts tiende worden op de Hungaroring. Over de Grand Prix in België op Spaar kunnen we heel kort zijn. Verstappen die mocht twee rondjes achter de safety car rijden op pole position. Waarna de regenrace er alweer op zat en de halve puntjes werden uitgedeeld. Maar tijdens zijn thuisrace op het terugkerende Zandvoort brulde de Nederlandse leeuw. En Verstappen reed voor het oog van honderdduizenden wilde fans richting de zegen in de duinen. En leek hij weer helemaal terug te zijn in de titelrace. Het circus vertrok vervolgens naar Monza voor de Grand Prix van Italië en het werd, net zoals de Grand Prix van Groot-Brittannië, een race om snel te vergeten voor Verstappen. De Nederlander finishte met zijn Red Bull bovenop de Mercedes van Hamilton na een incident waar Verstappen uiteindelijk voor bestraft werd, al zijn de meningen daar nog steeds altijd over verdeeld. De spanning leek om te snijden en ja, natuurlijk de media kon uitgebreid smullen van de veten tussen Verstappen en Hamilton. In Sochi leek het geluk dan eindelijk weer eens aan de zijde van Verstappen te staan. Want de Limburger moest de race vanaf de laatste plek beginnen, na het vervangen van zijn motor. Maar hij is net al redelijk snel gestaagd door het veld heen, al bleef hij op een gegeven moment wel hangen op de zevende plek. De regengoden waren Verstappen goed gezind en op het juiste moment begonnen te plensen. Door een goede keuze met de banden kwam hij uiteindelijk als tweede binnen. Ja, van P20 naar P2 niet slecht gedaan. Ja, Na die knappe en deels gelukkige comeback vertrok het circus richting Turkije. Nou, Verstappen die wist maximaal te profiteren van een matige Hamilton race met een mooie witte Honda livery... En reed vervolgens van P3 naar P2. Nou, vervolgens leken de mannen van Mercedes de beste papieren te hebben voor de race in Austin. Maar Red Bull die vertrok na een zeer sterk weekend als grote winnaar uit Texas. Horner die noemde dat weekend na afloop van het seizoen zelfs nog een van de sleutelmomenten van het seizoen. In Mexico deed Verstappen wat er van hem gehoopt werd. Op zaterdag waren de Mercedes'en nog het snelst. Maar op zondag kende Verstappen een van zijn beste starts uit zijn carrière. Hij passeerde beide Mercedes'en en kon vanaf die positie naar de overwinning rijden op zijn geliefde Mexico. In Brazilië deed Verstappen vervolgens weinig fout, maar goed, Hamilton was echt in bloedvorm en reed in totaal 25 plaatsen gridstraf aan gort en won op ongekende wijze in Sao Paulo. In Qatar kon Verstappen niet meer doen dat hij liet zien. De Nederlander die begon op P2 en eindigde op P2. Ja, de Mercedes die bleek weer van een ander niveau te zijn. En het was dan ook weer een klassiek steltje maximaliseren voor de uiteindelijke wereldkampioen. Het was duidelijk, het ging allemaal aankomen op de laatste twee races van het seizoen. Ja, de Grand Prix van saoedi arabië Ja, het werd uiteindelijk een van de meest besproken races van het seizoen. Want Verstappen, ja, die leek op zaterdag toch wel onderweg te zijn naar een pole position. De Nederlander die zat ruim viertiende onder de tijd van Hamilton, maar in het zicht van de haven ging het helemaal mis. Verstappen die reed over de limiet en toucheerde de muur. Ja, en dan is je ronde weg. Maar goed, het was een van de zeldzame foutjes die Verstappen dit seizoen maakte. Ja, de race op zondag stond vervolgens bol van controverse, want Verstappen en Hamilton die lagen constant met elkaar in de clinch. Ja, en uiteindelijk knalde de Brit zelfs achter op de Nederlander door Hamilton zogenoemde breaktest. Ja, het werd uiteindelijk niet de middag van Verstappen en hij reed zeker niet de beste race van het seizoen. De Limburger die zat een beetje te emotioneel, te agressief achter het stuur en werd uiteindelijk ook meerdere malen op de vingers getikt door de via. En Abu Dhabi, daar leek Max eigenlijk compleet kansloos te zijn voor zijn eerste wereldtitel, maar werd te hulp geschoten door de racegod. Latifi die crashte zijn Williams en de rest is geschiedenis. De Nederlander die deed nog één keer wat hij moest doen en reed Hamilton onder toch wel enorme druk met nieuwe bandjes voorbij in de laatste ronde van de race. En wereldtitel nummer 1 is een feit. En dat was hem dan de recap van het seizoen van Max Verstappen. Ja, Wat vond jij van deze video? En wat vond jij het mooiste moment trouwens van Max dit seizoen? Laat het weten in de comments hieronder. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Want ja, ook in 2022 zijn wij er elke dag voor jou. En op die manier ben je altijd op de hoogte van het allerlaatste Formule 1 nieuws. Tot de volgende video. Hoi!